Dit is de gemeente Stadskanaal. En bij de windmolens is Borgo Doorn. Inwoners van die laatste gemeente hebben compensatie gekregen voor de windmolens. De inwoners van Stadskanaal niet. Daarom heeft de gemeente een brief geschreven naar minister Gobjette van Klimaat. Stadskanaal vindt dat ook haar inwoners recht hebben op dat geld. 44% van de omwonenden van deze twee gebieden, zeg maar, waar de windparken staan, woont op Stadskanaals grondgebied en dus in de provincie Groningen. En wij vinden dat daar ook financiële middelen tegenover moeten staan. Vorig jaar schreef Stadskanaal nog een brief naar de provincie Drenthe over hetzelfde onderwerp. Burgemeester Sloots gaf toen aan zich gesteund te voelen door de minister van Economische Zaken. Toch werd het niet opgelost. Wij dachten dus dat wij vanuit het ministerie het geld dat gestort werd naar Drenthe, dat wij daar gewoon in mee profiteren. En daar voelden wij ons in gesteund, want dat is destijds gezegd. Maar de minister heeft geen randvoorwaarden gesteld toen hij het geld richting Drenthe opengemaakt heeft. Dus Drenthe heeft het verdeeld over de gebieden daar. In de gemeentes Borgen-Odoorn en Aanhunze kregen omwonenden €323 per huishouden. Stadskanaal wil dit ook voor haar inwoners. In totaal gaat het om een bedrag van €1,8 miljoen. Wij willen heel graag dat wij gehoord worden en dat wij ook duidelijk kunnen maken op deze manier, tenminste denken wij met deze brief, dat wij ook in onze beleving recht hebben op financiële middelen om hier iets aan te doen.